Er kan gelukkig weer een klein beetje gelachen worden bij broer en zus Lex en Pamela CD. Maar de boosheid richting de leiding van zorginstelling Humanitas zal voorlopig nog wel blijven. Hun bijna 87-jarige moeder kreeg corona en werd verplaatst naar een andere afdeling. En toen ze daarvan herstelde en terug wilde naar haar eigen kamer, begon de ellende. Toen kregen wij te horen dat die kamer vergeven was aan een andere bewoner. De spulletjes waren eigenlijk verplaatst naar een verhuisbedrijf, zonder dat wij dat wisten. Dat was echt voor mij shocking toen ik dat hoorde. Het fijnste zou zijn dat ze, hè, nu ze coronavrij is, dat ze naar de oude kamertje, de oude etage, met vertrouwde omgeving en zusters terug kon keren. En dat kan nu helaas niet. Maar dit is nog niet het ergste. Het begon eigenlijk 28 april, toen is ze gevallen, 's nachts gevonden, met veel pijnklachten. Dat hebben ze op zich wel gemonitord, hè, door er ook pijnbestrijding te geven. Op 4 mei is ze nog een keer op de vloer 's nachts gevonden. En toen begonnen we al een beetje te twijfelen van, moet je niet ook kijken of er misschien iets gebroken is. Maar daar werd eigenlijk door de arts op gezegd van, nee, dat denk ik niet. Maar ze bleef pijn houden. En afgelopen maandag is ze dan met de ambulance door een andere arts die ook op de afdeling kwam om naar haar te kijken. Die zei van, nou, ik wil toch maar even een foto maken, want ik vertrouw het niet. Is ze inderdaad naar het ziekenhuis gebracht. En in het ziekenhuis, nou ja, met heel veel pijn, is met bij de foto gebleken dat ze een dubbele fractuur heeft in haar heup. En de kans is heel klein, heeft gisteren de neurochirurg gezegd dat ze ooit nog kan lopen. Moeder Anke is inmiddels geopereerd en hersteld in het Sint-Franciscus gasthuis. Wij hebben Humanitas gevraagd naar een reactie voor beide incidenten. Maar de leiding wil alleen schriftelijk reageren. Dit is een zaak die wij zeker niet in de media zouden verwachten. We vinden de handelswijze van Rijnmond dan ook vreemd en zijn ook verbaasd dat een dergelijk geval door jullie op deze wijze wordt opgepakt. Voor deze zaken en problemen zijn er sinds jaar en dag regelingen en goed geborgde procedures. De klachtencommissie bij Vilbert werkt onafhankelijk van Humanitas. De leden van deze commissie zijn van buiten de organisatie. Nou, de grootste boosheid is dat er slecht wordt gecommuniceerd. En er op een of andere manier niet een empathisch gevoel is binnen dit tehuis ten aanzien van... U bent gehoord, of wij horen u en we gaan er wat aan doen.